Poolse winkeldief die hier in de Sligo in Gouda op heterdaad werd betrapt, overleed gisteren aan zijn verwondingen die hij opliep tijdens een vluchtpoging. De man beukte een glazen deur in en werd daarna gepakt door twee medewerkers. En die medewerkers zijn nu opgepakt omdat het OM ze verdenkt van betrokkenheid bij de dood. Treurig dat het zo af moet lopen. Maar ik vind dat de medewerkers daar geen schuldig aan zijn. Mijn advies is, hij heeft het zelf veroorzaakt en hij heeft het zichzelf door de ruit heen gewrongen met de gevolgen van dien. Het laatste, dat is ja, noodlottig. Dat iemand gaat stelen of inbreken of zo, dan vind ik dat hij die bepaalde rechten verspeelt. Want je blijft met je vingers van allemaal spullen af. Ja, ik vind geen goede zaak dat dat tegenwoordig allemaal gebeurt. Maar ik vind wel dat de winkelmedewerkers ook een beetje beter op hun tellen moeten letten. Dat ze niet maar bovenop die man een proberen in te rekenen. Want uiteindelijk is het geen politie. Kijk, ze hebben wel naar hun beste eer en geweten gehandeld. Maar ja, het gaat toch, nou krijgen ze een soort de kwaaie piet toegespeeld. Die mannen, die hebben niets gedaan. Ze hebben hem gewoon even vastgehouden daaruit. Totdat de politie of wie er ook aankwam. Het is heel begrijpelijk, laat een jongen toch niet gaan. Nou, ik denk dat je tegenwoordig maar op moet letten om niet in te grijpen. Want ja, je ziet nu ook weer wat er gebeurt. Tot de voordeur en niet verder. Want buiten de voordeur mag je eigenlijk niks meer doen. Ja, het zijn goede medewerkers. Ze zullen misschien wel geen medewerker van de maand worden, maar het komt wel in de buurt. Zelfs als iemand overlijdt? Ja, ook. Want ja, hetzelfde voordat iemand vermoord is of zoiets en je ziet iemand wegrennen en je rijdt hem over met dood omdat je weet dat iemand vermoord heeft. Ja, ben je dan zelf een moordenaar of heb je gerechtigheid gespeeld, zeg maar?